Hier zit Anne. Ja, dan ben ik op de tuin om te tuinieren. Gaat het gieten van de regen. Dus ik ben maar eventjes gaan schuilen in mijn kastje. En denk, nou, dan laat ik dit maar gelijk eventjes zien hoe dit eruit ziet. Ik zal eventjes de camera draaien als dat lukt. En dat lukt volgens mij niet, of wel. Dus eventjes kijken. Nee, ik heb geen... Oh ja, hier zo kan ik hem denk ik draaien. Maar dat weet ik niet zeker. Oh, ik ben er ook helemaal niet knap in zulke soort dingen. Dit is de tweede Instagram live die ik ooit doe. Dus dan moet ik maar even de camera zo draaien. Ik zit dus hier in mijn kastje. Dus moet ik even kijken op de camera of je dingen ziet. Zoals je ziet zit hier heel veel sla zit hierin. Dus ik draai hem even zo. En dit is rucola wat aan het doorschieten is. Maar dat is prima. Ten eerste ruikt het heel erg lekker. En ten tweede, de blaadjes van de rucola die zijn gewoon eetbaar. En dit gaat zaad geven. Dus nou, dat is heel fijn. Dan heb ik volgend jaar weer gewoon heel veel zaad. En daar zie je, even kijken of de camera zo kan draaien. Daar zie je potjes hier zo met lupine staan. Hier heb ik paprika in zitten. En hier heb ik pompoenen in zitten. En dan draai ik de camera even die kant heen. En dan heb ik daar op de grond, dit worden bloemkolen. Zo klein begint een bloemkooltje. Kan je het zo zien? Ja. Hier zitten nog bonen, die moeten hoog nodig de grond in. En hier zo, ik hoop echt dat je het ziet, maar ik heb geen idee wat de camera doet, dus misschien is het een hele rare hoek. Hier heb ik plantjes kardoen inzetten. Ik was vrijdag op de tuin, toen was er nog niks boven de grond. En moet je kijken, nu komt er al kardoen boven. Hier heb ik nog, hopen dat ze het overleven, plantjes lavendel. Die hebben er een beetje met, die heb ik uitgegraven, want met vorst hebben ze heel veel te verduren gehad. Maar er zit nog leven in, dus ik hoop dat de lavendel, deze drie potjes lavendel nog gaan aanslaan. En in deze potjes, daar zit ook lupine in. Dus nou, zo ziet het aan deze kant eruit. En nou, als ik dit weghaal, zit ook nog heel veel sla verstopt hierachter. Dus nou, ik kan nog heel veel sla eten. Dus ja, nou ja, dacht ik denk dat laat even zien. Volgens mij is de regenbui nu voorbij. Ik ga even op de buienradar kijken of het nog meer blijft regenen. Of dat ik nog eventjes kan verder tuinieren. Of anders ga ik maar gewoon naar huis. Ik heb thuis zat te doen. Maar ik denk, ik laat je dit eventjes zien. Dus ja, dat is wat ik doe. Wanneer het regent, dan ga ik eventjes zitten. Ik heb hier mijn thermoskan staan met kruiden uit de eigen tuin. Ik neem dan een thermoskan met gekookt water. En dan voeg ik er allerlei kruiden toe uit de tuin. En dan heb ik mijn eigen kruidenthee. Dus nou, ik wens je een hele fijne zondag. Maak er wat moois van. En je ziet me een volgende keer. Doei doei!